Ik vind het zo leuk, ja. Ik ben helemaal blij mee. Het is denk ik wel mijn favoriete product van deze shoplog. Hi allemaal, ik heb vandaag een action shoplog voor jullie. Ik ben Rosalie, je kan me misschien kennen van het YouTube kanaal Rosalie. En op Instagram heet ik ook Rosalie. Ik ga vandaag dus laten zien wat ik allemaal bij de action heb geshopt. En ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor alle leuke reacties die ik de vorige keer heb gekregen. Laat vooral ook deze keer ook weer weten wat jouw favoriete producten zijn. En ik ga vandaag gewoon weer alles laten zien. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb geshopt bij de action? Dan gaan we maar gewoon snel beginnen. Ik ga weer heel druk op zoek naar kamerspulletjes. Ook heb ik heel veel andere dingen gezien, want ik heb al een beetje de winkel rondgekeken. Maar ik neem jullie gewoon mee met mijn favorieten. En wie weet zie je zelf ook nog wat dat je heel erg leuk vindt. En dan kan je dat natuurlijk ook zelf scoren. Het eerste gangpad waar we in zijn gelopen is de knutselafdeling. En je hebt hier echt verschillende dingen, zoals van die gave pennen. Dit vind ik zelf heel erg leuk om mee te handletteren. Je hebt hier ook zoveel verschillende kleurtjes. Kijk, bijvoorbeeld dit. Dus gewoon maar 1 euro. En dan heb je dus van 3 van die pennen. En die kan je dus gebruiken voor bijvoorbeeld handletteren. En waar je het handletteren dan ook kan gebruiken zijn van die gave kaartjes. Ik raad je altijd aan om gewoon van die kartonnen kaartjes te nemen. Dat ziet er gewoon wat gelijk wat leuker uit dan bijvoorbeeld wit. Maar ze hebben hier ook in verschillende kleuren zoals roze. Dus je kan eigenlijk heel veel kanten op. En waar we voor kwamen zijn natuurlijk de homespulletjes. En ik ben dus nu in het gangpad aangekomen waar ze dat volop hebben. En ik zie al wat gouden elementen. En als je mijn vorige video hebt gezien, weet je dat ik daar heel erg fan van ben. Dus ik kan mijn geluk niet op. En ik ga even kijken of ik iets gaafs kan scoren. Ik verwacht van wel, want ik zie al wat in mijn ooghoek wat ik heel erg leuk vind. Dat zijn namelijk dit soort leuke spiegeltjes. Ze hebben hier een 3-pakker van. En dan heb je dus 3 verschillende spiegels die je bijvoorbeeld bij elkaar kan hangen. Maar bijvoorbeeld ook door je kamer heen. En het is maar 7 euro. Ja, ik vind het zelf wel heel erg gaaf. Je hebt hier ook nog met diamantjes, dus het is meer als je wat meer van dat houdt. Oh, ze hebben hem zelf ook nog in het zilver. Dus stel je voor je bent meer van het zilver, kan je die eventueel ook hier nog halen. Ook voor tafeltjes kan je hier terecht. En ik vind dit heel erg gaaf, want ze hebben hier namelijk een tafeltje met zwart en goud. Ook hebben ze hem in het wit, zag ik al. Dan heb je hem hier. Ik vind zelf het zwart wat gaver, wat stoerder. Maar als je daar niet zo heel erg van houdt, van het metaal, dan kan je natuurlijk ook eventueel voor een wat lager tafeltje gaan. En die is ook in afmetingen wat lager. Die heeft een wat dikkere plaat aan de bovenkant en dus wat meer ja, strak metaal. En dit is wat meer dun. Ik heb deze twee even bij elkaar gelegd. En wat ik dus nu zie op de doos is dat hier een reliëfje op zit. Je ziet dus niet dat die niet helemaal vlak is zoals bij deze. Dus ik vraag me af, als jullie zou moeten kiezen, welke vinden jullie dan het leukste? Een beetje zo'n ja, een wat strakkere versie of deze? Laat even weten hier in de comments. De tas zit weer bomvol en je ziet er misschien alweer wat uitsteken. Daar gaan we ook maar gewoon gelijk mee beginnen. Iets van een kamerplant. Gelukkig nep, want zoveel kan ik niet verzorgen. Maar we gaan er nu snel op induiken. Het eerste product is dus eigenlijk een ja, soort plant. Hij heeft geen pot of iets. Maar hij is 1,99 euro en hij heet de kunstblad op steel. Ik denk dat ik dit gewoon leuk in een vaasje kan zetten. En dan kan je dat een beetje opvrolijken. Dan hoef je hem ook niet te verzorgen, wat heel erg handig is. De bedoeling van een blad kan je misschien ook al achter me zien. Namelijk in het decor. Zoiets gaat het ook worden. Je kan bijvoorbeeld nog even een beetje korter knippen als hij dan beter in je vaas past. Maar zoiets is het dus en je kan eventueel ook nog combineren met andere plantjes. Het volgende product is ook een decoratiestuk en de vorige keer in mijn shoplog heb ik ook al zoiets laten zien. Toen zat het in een stop en dat waren allemaal, als het goed is, als ik me niet meer vergis, waren dat schildpadjes. Maar ik heb dus nu ook weer een andere soort variant en dit keer is het geen stop, maar een hertje. En ik vond deze ook zo schattig met dat goud en dat zwart. Past helemaal in mijn kamer. De prijs hiervan was 1,98 euro. Dus dat kan je echt niet laten liggen om deze niet mee te nemen. Ik zie gelijk twee producten die ik heel erg gaaf vind. Namelijk net zoals wat ik die spiegels die ik net liet zien. Heb ik nu ook een grotere variant. Als ik hem zo uit het schap haal vind ik hem wel extreem groot. Dus het is meer denk ik voor als je hem leuk bij je make-up tafel kan hangen. Dus ik ga denk ik toch voor die kleintjes die ik net liet zien. Wat ze hier ook hebben zijn van die leuke lampjes. En die kunnen natuurlijk perfect op dat tafeltje die ik net heb gescoord. Ik zag er ook nog een in het zwart. Dus die ga ik ook nog even bekijken. Maar dit is een hele goede optie. Dan verder hebben we ook nog deze hele leuke lamp. Ik zag zelf ook een in de winkel die een beetje een bolvorming had. En die was met gouden details. Ik ben uiteindelijk voor een wat iets subtieler gegaan. Namelijk deze zwarte. Oh, heel leuk al.
Dit is uiteindelijk wat er in de verpakking zat. Er moet nog een lamp in, daar had ik even niet op gerekend. Maar die ga ik dan nog even scoren. Maar zo ziet het dus eruit. Gewoon een heel klein lampje kan je leuk bijvoorbeeld op je nachtkastje zetten. En dan heb je gewoon best wel een lang snoer ook. Dus als je bijvoorbeeld net even geen stopcontactpunt hebt, dan kan je natuurlijk gewoon makkelijk met zo'n lang koord. Dan heb je eigenlijk altijd wel een punt waar je hem kan bevestigen. Deze tafellamp met cilinder is €4,95 en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie prijs. Maar ik zie ze altijd veel duurder en dit is gewoon een leuk prijsje voor een kleine lamp. En de nagels moeten ook verzorgd worden en ik vind dit wel een heel erg schattig hoor, deze verpakking. Dus deze neem ik ook weer mee, want het is maar 69 cent. Kom op jongens, dat kan je niet laten liggen. En deze tasjes vind ik ook heel schattig met dat velvet. Je hebt een beetje een crème kleurtje. En een wat meer geel okergeel. Op de camera ziet het een beetje wat meer geler uit dan dit echt is. Maar het is wel heel erg zacht. Ik denk dat ik er wel eentje meeneem. Een shoplog is niet compleet als ik ook geen tasjes heb gekocht. En deze sprak me weer gelijk aan. Het is echt zo'n heel erg lekker zacht velvet stofje. En bij tasjes kan je nooit genoeg hebben, want je kan er genoeg in stoppen. De velvet tas zigzag is €1,95. En ik denk dat deze wel goed voor pas komt. Voor bijvoorbeeld een klein deeltje en een paar make-upjes. En dan kan je die makkelijk meenemen, bijvoorbeeld als je een weekendje weggaat. Dan iets wat je misschien niet van mij verwachtte. Maar ik heb namelijk allemaal spulletjes gekocht voor eigenlijk een mini moestuin. Ik vond het zelf wel heel erg schattig. Met bijvoorbeeld dit kleine potje met munt. Kan je dus zelf munt laten groeien. Hier hebben we sweet pepper. Kan je paprika maken. Of in ieder geval laten groeien. Hopelijk werkt dat. Dus hier achterop zie je dan de zaadjes zitten. En dan zit gewoon een bakje bij met wat grond erin. En dan kan je gewoon letterlijk de zaadjes erin planten. En dan hopelijk dat er zo snel mogelijk paprika's komen. Waar je uiteindelijk dan zelf gerechten zoals hier op de verpakking kan van maken. Dan hebben we hier ook nog de mini home garden. De Italian cuisine. Hier kan je basilicum en tomaten mee maken. Vooral vind ik het doosje heel erg leuk. Dus je kan je gewoon makkelijk neerzetten. Hoef je geen ander doosje voor zelf te regelen. Het is gewoon allemaal één groot pakket. En dan vroegtijdig water geven, niet vergeten. En dan heb je eigenlijk je eigen mini moestuintje. Ik had natuurlijk gezegd dat ik niet heel goed met planten om ga gaan. Dus ik ga denk ik mijn broer en mijn moeder inschakelen om ze goed vroegtijdig water te geven. Dan kan ik uiteindelijk gewoon alles opeten. Dat is het punt, denk ik. De kweekset compleet in kist diverse varianten is €3,89. Een hele mond vol. Dan hebben we een mini kweekset. En die is 89 cent. Dan hebben we de kweekset met zaden en tablet. Diverse varianten voor 63 cent. Dus eigenlijk kan je met een best wel klein prijsje gewoon een heel erg eigen biologisch moestuintje maken. Ik heb ook wat fashion producten gekocht. En in de video laat ik ook gelijk zien dat je ook verschillende varianten hebt. Ik heb zelf mijn favorieten uitgekozen, maar er waren er nog super veel meer. Ik zal ze gewoon even openen, dan kan je beter het printje zien. Zo, de eerste is open. Dus deze panty heeft een beetje een... Het is lastig uit te leggen, maar ik zie het steeds vaker. Zo'n printje die... Ja, hoe noem je dit? In ieder geval, je kan het dus gebruiken. Ik heb het zelf nu ook aan. Je kan gewoon een leuk jurkje, een leuk zwart jurkje. Dan pimp je het een beetje op met dus zo'n leuke panty. Dan is je panty in ieder geval het hoofdonderwerp in plaats van je zwarte basic jurkje. En deze print vond ik zelf dus wel heel erg leuk. Omdat ik die nog nooit echt gezien heb in soort panties. En ik heb ook gewoon een basic stippenpanty gekocht. Kan voor sommigen misschien ook heel erg uitbundig gelijk wel zijn. Maar deze heeft dus hele kleine stipjes. En die vond ik ook wel heel erg schattig. Er zitten zelfs nog een paar lijntjes tussen. Dus dan ziet er ook weer gelijk wat specialer en feestelijker uit. Je kan deze natuurlijk heel goed voor de kerst gebruiken. Jammer genoeg is dat al voorbij. Dus je kan deze ook gewoon makkelijk op een feestje dragen. Of wat ik meestal doe, gewoon in het dagelijks leven. Want het geeft toch wat extra's aan je outfit. De panties waren nog niet genoeg. Want ik heb ook van die kleine sokjes gekocht. En ik weet niet of jullie dit fenomeen al kennen. Maar ik gebruik het altijd als ik dan bijvoorbeeld van die Dr. Martens aan heb. Dat je dan precies het sokje een beetje erboven uit laten komen. Stel je voor, je hebt bijvoorbeeld een heel erg chic jurkje aan en je wilt toch een beetje het stoer maken, dan kan je met die Dr. Martens en dan een leuke sokje erboven, kan je toch een leuke outfit maken. Ook van die sportsokken zijn heel erg vet, maar ik heb dus zelf nu meegekozen voor wat sierlijkere sokken. Ik heb een zwarte en ik heb witte sokjes. Kijk, zo ziet bijvoorbeeld zo'n sokje eruit. Dus met stipjes en het is een beetje doorzichtig. Je ziet ook nog een klein stukje van je been. En aan de bovenkant zie je dus van die leuke ruffeltjes, waardoor het wat schattiger maakt. En dat steekt een beetje af naar die stoere boots van Dr. Martens bijvoorbeeld. De panty sok is 99 cent en de dames panty is €1,99. En ik vind het zelf wel echt hele fijne prijsjes, want ik zie ze vaak voor €10 verkocht worden van die panties. En dit zijn toch wat meer aantrekkelijkere prijzen. En uiteindelijk, ja, je panties gaan uiteindelijk toch wel een keer kapot. Dus beter dan goedkoop inkopen dan duur.
Op een gegeven moment is je kamer natuurlijk wel een beetje vol met allemaal spullen die je hebt gekocht. Dus ik heb ook wat uiterlijke verzorging gekocht. Namelijk deze Curls and Defining Cream. Dit zorgt dus voor dat dus je natuurlijke krul een beetje wordt aangezet. Ik heb zelf nu voor mezelf dat mijn haar een beetje veranderd door de laatste tijd. Ik heb eerst heel erg vaak lang stijlhaar gehad. Maar nu komt er steeds meer krul in mijn haar. En hier staat dus op dat je dus dit geeft pluisvrij en een natuurlijk resultaat. Om de krullen en het golvend haar te activeren. Ik ben heel erg benieuwd. Voor de rest vond ik het verpakkingetje gewoon heel erg leuk met dat paarse. En ik heb ook nog deze Volume Care Styling Mousse gekocht. Dit kan er dus ook voor zorgen dat je krullen wat meer blijven zitten. En misschien zou je nu wel denken, heeft ze krullen? Maar stel je voor dat ze onder de douche vandaan komen. En ik zou het goed feunen. Dan krijg ik wel iets van natuurlijke slag. Dus ik wil dat graag een beetje aanzetten met deze twee producten. Dus dat ga ik lekker uitproberen thuis. Dus heb jij bijvoorbeeld zelf ook een beetje krullend haar of golvend haar? Wat gebruik jij dan graag voor producten? Laat je weten hier in de comments. En wie weet kan ik er zelf nog wat mee. De Nivea haarmoes was €2,19. En de This Is It Hair Cream was €1,99. Ze zijn perfect voor uit te testen. En na een drukke toetsweek wil ik natuurlijk ook een beetje relaxen. En dat kan dus heel erg fijn met van die under eye pads. Ik ben zelf echt heel erg tevreden over deze dingen. Omdat het heel erg verkoelend is. Ik heb ze zelf ook thuis en ze waren alweer bijna op. Dus ik heb ze gelijk weer even meegenomen. Hier zitten er 4 in. Dus je hebt eigenlijk voldoende om gewoon lekker even te ontspannen. En ik heb zelf ook nog even van die leuke nagelveldjes gehaald. Ik vond dit printje gewoon heel erg schattig. En nagelveldjes zijn altijd handig. Want je zou maar net zien dat je net een bepaald haakje aan je nagels hebt zitten. En dat bijvoorbeeld je panty wordt stuk getrokken door je nagel. Dus vandaar ook dat ik nagelveldjes nodig had. Dan heb ik dat probleem in ieder geval niet. En kijk maar hoe schattig. Toch te leuk. En ik geloof dat ze ook niet heel erg duur waren. De oogmasker komkommer was 96 cent. En de nagelvel 3 stuks waren 69 cent. Dus dat zijn gewoon kleine prijsjes voor leuke productjes. En dit is zo'n product. Ja, dat is gewoon te leuk om mee te nemen. Uiteindelijk weet ik nog niet zo goed waar ik het wil neerzetten. Maar ik vond dat gouden en dan een beetje dat... Het is niet helemaal glad glas, maar gewoon iets meer definitie heeft het. Dus ik vond het wel een leuke vaasje om gewoon ergens bij te zetten. Ik kan er gelukkig jammer genoeg geen vaccinlichtje in doen, maar bijvoorbeeld een kleine plant of iets zou eventueel kunnen. Maar zo vind ik hem eigenlijk ook heel erg leuk. En voor de prijs kon ik het echt niet laten liggen, want deze was namelijk... Dit was de Decovaas ribbelglas voor 82 cent. En deze kan je bijvoorbeeld leuk op een soort van dienblad zetten met bijvoorbeeld een andere plant. Of dat leuke plantje die ik aan het begin liet zien. En dan heb je gelijk weer een beetje zo'n... Fashion Pinterest huis. Voordat ik naar de Action ging, wou ik namelijk al heel graag een bijzettafeltje kopen. Want ik heb namelijk een nieuw bed in mijn kamer. En ik dacht, ja, dan wil ik toch wel graag nog iets waar ik bijvoorbeeld mijn mobiel kan zetten. Of een handig lampje dat ik gewoon toch eventueel, als ik in de avond even nog iets snel wil pakken, dat ik dat snel dat lampje aan kan zetten. En ik ging dus met dat idee erheen. En uiteindelijk heb ik dus iets kunnen vinden. Namelijk die helemaal bij mijn kamer past. Dit dienblad met ook pootjes eronder die goud en zwart zijn. En dat zijn wel mijn hoofdthema's uit mijn kamer. Dus deze past er echt perfect bij. In het pakket zitten dus deze twee pootjes. En dit is dus het dienblad en die is heel erg mooi zwart. En als je mijn roomtour hebt gezien op mijn eigen YouTube kanaal, die heb ik denk ik 2 weken geleden gepost. Dan zie je dus heel veel dat ik zwarte elementen in mijn kamer heb met goud. Dus dat past echt perfect erin. En ik ben trouwens wel even blij dat er een gebruiksaanwijzing bij zit. Ze hebben hier ook nog van die, ja hoe noem je dit eigenlijk? Het zijn van die wat je onder de pootjes kan stoppen, dat het niet gaat schuren op bijvoorbeeld op je laminaat. Heel erg handig. Ik ben heel erg benieuwd hoe het überhaupt gaat staan. Maar voor nu vind ik het echt wel heel erg leuk. En dat ook voor die prijs, want hij was geloof ik €10. Ik ga het zo voor jullie opzoeken. Maar ik ben er wel echt, ben er nu al helemaal blij mee. En het bijzettafeltje rond 4 poots is €6,98. En ik vind het zo leuk. Ja, ik ben helemaal blij mee. Het is denk ik wel mijn favoriete product van deze shoplog. En ik heb natuurlijk in de video gevraagd welke jullie leuker vonden. Ik heb 2 opties gegeven. Dus laat ook zeker weten hier in de comments even weten wat jouw favoriet was. Ik denk dat ik nu wel de goede keuze heb gemaakt. Maar wie weet vond jij de andere leuker en kan het zeker laten weten. En dan hebben we nog deze 3 spiegeltjes. En ik zie dit dus heel erg vaak voorbij komen op Pinterest. Ze hebben namelijk dan verschillende soorten materialen spiegels die ze dan bij elkaar hangen. En zelfs op de achterkant... Zie je dat ook namelijk. Hier zie je dat dan met in combinatie met een soort tafeltje. Maar je kan het dus ook gewoon combineren met andere spiegeltjes. Ik vond het zelf wel heel erg leuk dat ze dus in 1 pakket zaten. Dan hoef je niet 3 losse spiegeltjes te kopen, wat dan misschien wel heel erg duur uitloopt. Het is gewoon meer voor de accessoire en je gaat het niet echt gebruiken als spiegel zelf. Dus ik vond het zelf gewoon heel erg leuk. Een 3 setje. Past heel erg leuk bij elkaar met het gouden. En ik heb ook nog in de winkel gezien dat ze het in het zilver hadden. Dus ben jij meer iemand die graag in het zilver het wil, dan heb je ook nog heel veel keus. En ik vond deze gewoon heel erg gaaf.
Deze was €13,90. Misschien zou je denken, is dat niet heel erg duur? Maar voor 3 spiegeltjes en dan nog eens kijken dat je bijvoorbeeld in andere winkels best wel veel geld kwijt bent voor een paar decoratiedingen, vind ik dit echt wel reuze meevallen. En het effect in je kamer, ik heb het zelf ook, is gewoon fantastisch. Dus ik ga deze zeker ook erbij ophangen. Want ja, ze zijn zo leuk. Ja, ik ben helemaal blij mee. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete product was. Dus laat dan ook zeker weten hier in de comments. Ik ben zelf heel erg te spreken over alle producten. En ik ga ze lekker decoreren in mijn kamer. En natuurlijk gebruik maken van bijvoorbeeld mijn moestuintje. Ik ben benieuwd hoeveel paprikaatjes ik uiteindelijk kan kweken. En wil je nou niks missen op dit kanaal? Dan kan je ook zeker weten abonneren. Dan vergeet je ook geen enkele video meer te kijken. En wie weet ook weer een Action Shop-log van mij. Je kan me volgen op Rosalie, gewoon op YouTube en op Instagram. Dus wil je nou niks missen en meer video's van mij zien, kan dat ook zeker weten. En dan zie ik je misschien weer de volgende keer weer bij een shoplog. Doei doeg!